Ik heb 3 dagen mijn Model X ingeruild voor de Model 3. En dat, die gaan we even mee rijden met Frans. En Frans doet allerlei interessante blockchain projecten bij IBM. En hij rijdt een Volvo plofauto. Eens kijken wat hij ervan vindt. Dit is de Model 3 van Hans Noordzij. En ik vind de voorkant er eigenlijk een beetje uitzien als een Porsche. En de zijkant is echt heel elegant. Mijn vrouw en kinderen zijn er helemaal dol op, want hij is gewoon wat kleiner dan de Model S en zeker dan de Model X. Hartstikke elegant en hij rijdt echt gewoon geweldig. Het is echt een beetje een auto voor Nederland. Nou, we hebben heel veel manieren om de deur open te doen. Deze is gewoon hier drukken, bam, en dan moet je hem zo open doen. En kijk eens hoe mooi. Ik vind wit met zwart vind ik heel mooi. Hoe vind je het eruit zien, Frans? Fantastisch. Een mooi. Je vindt het mooi clean? Het is een waanzinnig clean interieur. Heel strak. Mooie iPad op het dashboard. Ja. Vind je dat, kun je eraan wennen zo van om gewoon hier... Nou, daar ga je dus aan wennen. Hè? Dus gewoon geen dashboard hier. En ja. zo'n iPad overdwars. Ik denk dat het heel snel went. Afhankelijk van wat ik zie als ik eenmaal ga rijden. Ja, nou dat gaan we doen. Oké, we konden gewoon binnenstappen. Want de telefoon is mijn Bluetooth-key. Zit je een beetje comfortabel, dan mag je poot op de rem en dan mag je deze naar beneden doen. Deze naar beneden, dan mag je wegrijden. Ja, dit is de niet-performance versie, hè? Dus je mag linksaf. Andere kant links. Ja, linksaf. En nu in één keer die gaspedaal echt helemaal indrukken. Eén keer, bam. Doe maar. Helemaal, ja, helemaal. Knop. Ja. Oké, prima. Hou maar. Ging even over het idee. Of nee, je kunt het rustig laten uitlopen. Maar dit is dus gewoon de non-performance versie, hè? Hoe voel je dat ding trok vergeleken met jouw Volvo? Ik ben helemaal met mijn rug in de zitting geduwd. Ja, hij trekt dus echt gewoon perfect. En hier rijden we dus gezellig door de wijk heen. Gaan we dus de snelweg onderdoor. Wat opvalt aan dit scherm is dat het gewoon super snel is. Ook leuk. Hij heeft ook helemaal geen knopjes meer. Als je bijvoorbeeld de spiegels wil doen, dan moet je hier zeggen spiegel. En dan kun je met dit knopje... Met dit knopje kun je de spiegels aan de linkerkant doen. Dit is de achtercamera, of sorry, de ruitenwissers. Die moet je ook hier met dit ding moet je zeg maar doen. Dan gaan de ruitenwissers, er zit geen knopje op. Dus alles is zeg maar, alles is met dat scherm. Ja, wat vind je nou bijzonder aan? Ja, dat is zo gaaf. Gewoon geen geluid en je gaat razend hard. Als een racket. Ja, linksaf. Ja. Dan gaan we even de autopilot uitproberen. Ja, je hebt het nu 2 keer gedaan, heel goed. En nou gaat hij dus zelf rijden. Nu gaat hij dus hier, volgt hij die lijnen zo, naar links en naar rechts. Hij blijft keurig netjes binnen die lijntjes. Nu moet je wel eventjes laten zien dat je er bent, moet je zo doen. En dan, als je dat niet doet, dan gaat hij protesteren. Hij wil zeker weten dat je in de buurt blijft. Ja. Kijk, hij houdt gewoon keurig afstand tussen deze auto. Je ziet ook alle auto's om zich heen. We zien ook gewoon keurig netjes waar die rijdt. Dit kun je ook allemaal op je mobiele telefoon zien. Het is echt gewoon van, het is een IoT device. Dit is nou een IoT. Je praat de hele tijd over IoT. Kijk, dan gaat hij ook zo. Vertrouw je dat? Ja, Vertrouw je dat? Dat hij die bochten zo... Hij heeft een paar keer al goed gedaan. Dus we gaan naar rechts hier. Hoe vind je dat? Het stuur uit handen geven, letterlijk. Fantastisch. Oh ja? Na 2-3 keer is het echt wel wennen. Maar daarna vertrouw je gewoon die auto dat hij dat doet. Drie kwijt. Dat went ook heel snel, zo'n comfortabele auto. Eigenlijk is het gewoon een auto met een iPad. Dat zit maar. Het is echt een heerlijk gevoel. Ja. Oké, Frans, als technologie-lover, wat vind je van deze ervaring? Nou, het is een fantastische auto. Lekker clean van binnen, mooi dashboard, een mooi iPad. En hij rijdt eigenlijk heel soepeltjes. Accelereren gaat fantastisch. En wat je ook opvallend vindt is, na 2-3 keer autopilot, ga die auto gewoon vertrouwen. Dat je weet dat die auto gewoon goed rijdt. Ja. En dat is wel, het overgeven aan zo'n autopilot is wel even een dingetje. Ja. Maar na 2-3 keer ben ik eraan gewend. En hoe vind je hem eruit zien? Ja, cool. Ik zei net tegen jou, het is een Batman auto. Die wielen. Dus van Volvo, de volgende versie. Ho, kom niet aan mijn Volvo, Vincent. Nee? Maar deze auto is ook een gave auto. Nou ja, Volvo komt ook met een elektrische auto. Gaat ook alleen maar elektrische auto's maken. Ja precies. Dus, nee, het is een fantastische auto. Ja, dus ga je de volgende, wordt het een elektrische auto? Over een paar jaar ga ik deze, dit model, de opvolgende dit model kopen.